Goedemorgen, het is dinsdag en vandaag ga ik naar Amersfoort om te werken aan de party. En ik ga daarna met Hella naar de spa. En dat is om een fietsje uit te proberen. Dus ik kan niet klagen, ik heb gewoon lekker een werkdag en daarna heerlijk chillen in de spa. Ik ga vandaag voor simpele, fresh make-up, geen ooglook, want spa en ik heb geen zin in mascara die uitloopt en zo. Haar, dat klopt, ik heb het gewassen, maar ik ga het ook niet krullen en zo, want dat wordt nat. Ik heb even de spullen mee van Hella van het whiskyfeestje. Ze zijn nog even uit de kelder de cola, krat cola flesjes pakken. De zon schijnt, yay, zonnebrillen. Ik ben onderweg naar Amersfoort. Het is code oranje. Je voelt er niks van. Bij mijn vorige auto voelde je nog wel eens woef woef, maar ik merk het niet ofzo. De party zit er echt aan te komen nu. Het is echt super, super, super spannend. Ik had gisteren weer even met mijn waarzegster gesproken. Dat doe ik altijd voor degene die mij lang volgen. Die weet wel wat ik bedoel, denk ik. Maar ja, ze had wel wat leuke dingetjes gezegd. Ik wacht het als ik een beetje soort van niet meer weet hoe en wat. En dan ga ik naar mijn waarzegster. En dan vraag ik gewoon, wat zie je? En ze heeft het gewoon altijd, ziet ze het, gewoon zonder dat ik überhaupt iets heb gezegd, weet ze al dingen en zo. Mijn jurkje van Josh komt trouwens ook bijna uit. Als jullie dit kijken, dan is het die dag en dan is morgen in principe het pers event ervan. Oh, zo spannend. Ik ben zo benieuwd wat jullie van het jurkje vinden. Hij komt morgen dus ook online op Beauty Gloss. Ik heb dat jurkje gemaakt samen met Josh van Josh V. Het is echt wel een beetje mijn ontwerp, mijn jurkje. En in 4 kleuren en dan 2 maten. En normaal is Josh best wel prijzig, maar we hem ietsje goedkoper kunnen maken. Oh man, ik kom aan en kijk dit. Fiu! Ik ben bij Hella op kantoor. Kijk hoe mooi dit ingedeeld is. Dat heeft Linda gedaan. Mooi hè? Hey Hella. Hallo. Wij gaan nu naar de spa. Yay, ik heb er zin in. Yeah. Ik heb het nodig. Oh, gered. Phew, thanks John. Daar gaan we weer. Ik ga hem gebruiken. Ik gebruik hem echt nooit. Hier, daar gaan we. Parkeerhulp. Ik gebruik hem nooit, want ik ben bang dat ik het afleer hoe je moet parkeren. Kijk nou hoe eng. Gaat het zo vlak langs. Kijk. Het is toch freaky? Ik blijf het freaky vinden. Kijk, 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 kijk. Ja, ja. Nee, maar ik doe het eigenlijk alleen nog maar. Ik doe het alleen maar bij plekjes waar ik echt moeite heb met het tussenkomen. Dat ik denk, oké, ik weet niet hoe ik het. Kijk, hij piept ook, hè? Dus moet ik nog een stukje en dan gaat hij al piepen en dat vind ik eng. Maar als ik denk dat ik het zelf kan, dan doe ik het gewoon zelf. Want ik wil het niet afleren. Klein stukje, klein stukje. Yep. Stop. Parkeren voltooid. Ik ben met Hella in de Vitality Spa van het Corendon Hotel. Dat is een nieuwe spa in Amsterdam. Van 1000 vierkante meter. Dus we zijn heel benieuwd. We gaan even lekker genieten hier. Behandeling doen. En hier zie je een paar shotjes hoe het eruit ziet. Daar is een zwembad. Ik kan niet te veel filmen, anders dan zie je andere mensen. Maar hier zijn dus allemaal kamers. En je hebt allemaal ruimte en zo. Super mooi. We komen net uit de spa. Lekker rood. Oh, het was zo lekker. Heerlijk. Ja. De hammambehandeling was echt top. Fantastisch. Lekker met zeep en zo. En scrubben. Ja, dat is zo fijn. We gaan nu lekker eten. We hebben echt heel erg honger. Lekker in het restaurant. Het is 9:45. We hebben heerlijk gegeten en in de spa gezeten. Het was echt een chill avond. En we gaan nu terug. Hella gaat naar huis, ik ga naar huis. Ik denk dat ik 10:45 ongeveer thuis ben. En dan lekker in bed kruipen. Oeh, ik moet mijn workout nog doen. Ik denk dat ik misschien nog even ga wandelen buiten. Maar het waait zo hard. De sportschool is in ieder geval dicht zo. Workout doen thuis of Liz of Hit. Eén van de twee. Ik kan allebei. Ik heb hem gisteren in ieder geval niet gedaan. Ik zie wel, ik kijk zo wel even.
12:15. Ik ben achter de laptop gaan zitten, want ons persbericht van de Juicy Jerky is uitgestuurd. Uitnodiging voor de launch party. En ik heb hem dus ook gestuurd naar mensen die voor mij bijzonder zijn, die ik er graag bij wil hebben. En daar ook mee bezig gaan. En eigenlijk gewoon op mijn mailbox en de comments en alles. En het is inmiddels 12:15. En volgens mij, ga slapen. I know. Ik heb gewoon weer niet getraind. Oh, gelukkig kun je het combineren. Je kan ook 2 keer op een dag gaan. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel erg hoe ik het nu uitstel. Maar goed, morgen. Ik heb de vlog nog nooit zo afgesloten volgens mij. Maar wij gaan slapen. Welke nee. Je? Nee. Dag. Nou niet, maar wat rust allemaal. Dat is dan warme tonijnen met kaas eroverheen. Popje is thuis. Hi. Hi. Oké, yay.